We zijn hier vandaag in Sunpark Smol, waar de kerstverse finalisten voor Mr. Gay Belgium 2019 zijn verkozen. Eén daarvan is Jochem. Dag Jochem. Hallo. Alles oké? Ja, met u? Alles goed, dank u. Jochem, je mag je kort even voorstellen. Ja, ik ben dus Jochem. Ik ben 18 jaar. Ik kom uit Edegem, dichtbij Antwerpen. Ik speel voetbal. En het thema voor mij dit jaar is onderwijs. Daar ga ik mij voor inzetten. Okay. Hoe ga je dat concreet doen? Met GSA's, dus Gay Straight Alliance, op te richten in scholen. De straights en de gays dichter bij elkaar brengt. Gewoon door aanwezigheid, door frequent voor te komen op scholen. Okay. Wat zijn je verwachtingen naar de komende maanden toe? Ik verwacht een drukke agenda, maar toch wel heel veel plezier erin. Veel evenementen. En dat ik mijn thema dieper kan uitwerken. Dat ik ook naar scholen zelf kan gaan om zo'n GSA's of GSA's op te starten. En ik hoop natuurlijk dat volgend jaar ook te kunnen doen. Hè. Super. Mocht je voor één dag een job willen doen waar je totaal niet voor gestudeerd hebt, die je echt heel graag zou willen doen, wat zou je dan graag doen? Piloot. Waarom? Goh. Ja, ik wou dat als kind al altijd. Ik vind een vliegtuig echt heel mooi. En dat heeft me altijd al heel hard aangetrokken. Daarmee piloot. Okay. Naar wie kijk je het meest op in je leven? Anna Wintour. Waarom? Ja, dat is de hoofdredacteur van de Vogue en die beslist ja, wat er in is en wat er uit is. En ja, geweldig vind ik die. Ook die haar attitude vind ik ongelooflijk. Okay. Een coverfoto op de Vogue of het lint van Mr. Gay Belgium 2019? Lint van Mr. Gay Belgium 2019. Oké, okay, dat is fijn om te horen. Jochem, geniet van komende maanden en ik wens je alvast heel veel succes toe. Dank je wel.